Hallo en gefeliciteerd met je vorderingen. Het feit dat je nu deze les aan het bekijken bent, wil zeggen dat je toch al een eind in de cursus bent gevorderd. Want eigenlijk was ik zelfs niet van plan om het figuurtje dat we nu gaan bekijken in deze les te steken. Het is een figuurtje dat waarschijnlijk bij de eerste pogingen een paar keer gaat knallen. Maar omdat het lente is, heb ik beslist van ja, ik steek er toch in. Het was eigenlijk voor de cursus na de basiscursus bij de extra figuren. Maar kijk, je hebt geluk. Jullie gaan nu een vlinder leren. Dit is een vlinder die we gaan maken. Ongeveer. Nu, vlinders bestaan in alle kleuren. En daarom pak je gewoon gelijk welke kleurballon. 260. En de pomp erbij. Meestal maken ballonplooiers vlinders met verschillende ballonnen. Eigenlijk gewoon omdat het gemakkelijker is. De vlinder met één ballon, het is niet zo moeilijk om te maken, maar om een herkenbare vlinder te maken met één ballon, ja, dat is toch niet zo simpel. Ik heb een ontwerpje gekozen dat goed uitvoerbaar is en dat dan ook nog eens echt op een vlinder lijkt. Oké, de ballonpompen op met 10 puffs, met de Sempertex pomp. Als je een andere pomp hebt, ja, ga je eens moeten kijken hoeveel juist dat is. 10 puffs, dan hebben we een halve vingerlengte staart over, mocht je een andere pomp gebruiken. En we maken hem zacht. Dus dat wil zeggen dat we er een beetje lucht uit laten. Door er lucht uit te laten, wordt dat niet echt korter, maar wordt dat wel zachter. Dat moet zacht zijn, omdat we straks nog een aantal bubbels erop gaan zetten die wat spanning op de ballon gaan zetten. Als hij zachter gemaakt is, mag je hem dichtknopen. En om hem dan nog zachter te maken, gaan we de ballon kneden. Het kost allemaal wat meer tijd, maar geloof mij, het helpt. We beginnen met een kop en we maken een kop van 3 vingers. Dus dat is gewoon een 3-vingerbubbel. Daarna maken we opnieuw een 3-vingerbubbel die we gaan pinch twisten. Dus bubbel van 3 vingers en pinch. Opnieuw een bubbel van 3 vingers. En die gaan we ook pinch twisten. Eigenlijk een beetje de dromedariskop. We zetten ze zo. Oké. Ik ga het eventjes laten zien dat iedereen kan volgen. Dus 1 bubbel en 2 pinch twist die we hebben daarna getwist. Ja. Dan gaan we de rest van de ballon opnieuw nog eens goed zacht maken. En in het allerbeste geval, ik heb nu geen geluk, in het allerbeste geval blijft er daarna geen staartje meer over. Ik heb hem iets te veel losgelaten, dus we hebben nog een klein staartje over, maar in het allerbeste geval is dat gewoon weg. Zoals bij mijn eerste exemplaar, maar dat is wat. Het kan geen kwaad dat er een staartje is. Daarachter maken we dus van de staart, dan beginnen we aan het stukje met de staart, maken we een 5-vingerbubbel. En die 5-vingerbubbel, oeps, hij is weg. Voilà. En die 5-vingerbubbel die gaan we rond de rest draaien. Zo maken we eigenlijk een loop, waardoor ik die bubbel, dus dat ik deze bubbel rond die andere bubbels ga draaien, gaat die loop een beetje vaster zitten. En ik hoop dat je het gaat kunnen zien. Dus ik leg ze gewoon samen en ik draai, ik rol het onderlijfje eigenlijk tussen de andere bubbels. Het is gemakkelijker gedaan dan uitgelegd, geloof me. Het is eigenlijk niet zo moeilijk, hoor. Dus we hebben kop, 2 pinch twists en een grote loop. Die loop, daarvan loopen we het midden. En die gaan we zo samen twisten. En in het ideale geval krijg je dan zoiets. Krijg je eigenlijk een bijtje, maar met een pinch twist bovenaan en een pinch twist onderaan. Oké. Nu gaan we de vleugels opnieuw halveren. Daarom dat we de ballon zo zacht hebben gemaakt. We gaan de vleugels opnieuw halveren. Maar niet echt in de helft. We gaan 1/3, 2/3 verdelen. Je gaat wel zien. We hebben een grote vleugel en een kleine vleugel nodig. Ik neem de ballon nu zo vast. En ik knijp de vleugel plat.
En je ziet, aan deze kant heb ik ongeveer 2/3, aan deze kant heb ik ongeveer 1/3 over. En de korte vleugel, dus dit stukje, zit aan de kant van de staart. De lange vleugel zit aan de kant van de kop. We kunnen dat achteraf wel allemaal in orde brengen, mocht dat niet zo zijn. Maar het is handig dat dat van de eerste keer zo zit. Dan heb je daarna minder werk. Dus dan hebben we dit, dus een grote vleugel bovenaan aan de kant van de kop, korte vleugel onderaan aan de kant van het achterlijfje. Nog altijd mee. We doen hetzelfde met de andere vleugel. Dus we plooien die ook weer zo. We proberen ongeveer hetzelfde formaat als daarnet aan te houden. En we twisten. Opnieuw ervoor zorgend dat de korte vleugel, de kleine vleugel aan de kant van het lijfje zit, de lange vleugel aan de bovenkant. Dan brengen we alles een beetje in vorm. Zo. Dus die pinch twist achteraan, die dient om de vleugels een beetje op hun plaats te houden. Kom aan, jongen. En dan krijgen we ongeveer dit. Oké, dus ik ga nog eens samenvatten. Kop, pinch twist vooraan, pinch twist achteraan. Een vijfvingerbubbel, dus heel zacht maken, vijfvingerbubbel als lijf. En van de loop maken we vier vleugeltjes. En dan kunnen we de vlinder uiteraard ook nog versieren. En je kunt er ook zo ver in gaan als je zelf wilt. Ik ga eventjes een gezichtje geven en oogjes. En ik ga heel simpel een paar bolletjes op de vleugels tekenen. En je ziet dat dat een heel mooi effect heeft, maar je kunt daar hartjes op zetten. Als je tijd hebt, kun je daar echt een mooie tekeningetjes op gaan maken. Je kunt er ook krullen. Ik ga op de onderste vleugeltjes een krul zetten. En klaar is onze vlinder. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Zo. Mooi, hè? Nu, ik heb hem ook een gezichtje gegeven. Als je echt een hele mooie vlinder wil maken, kun je ook beginnen met een pinch twist om het gezichtje op te tekenen. Maar ik vind dat eigenlijk niet nodig, want een vlinder vliegt toch zo. Als je een pinch twist maakt, dan kun je de vlinder ook een beetje naar beneden laten kijken. Maar ik vind dit best leuk. Zo, veel plezier ermee. Als je er vragen over hebt, want ik weet dat dit niet zo simpel is. Want dit is ook al het tweede filmpje dat ik daarom opneem, omdat er iemand vragen over had. Mocht het nu nog niet duidelijk zijn, laat het absoluut weten op het forum. Dan zorg ik ervoor dat de uitleg nog beter wordt. En dat je zeker een vlinder kunt plooien. Goed, ik zie jullie op het forum. En nog eens gefeliciteerd dat je al tot hier bent geraakt. En dat de vlinder gelukt is. Als je ooit eens een cadeautje wilt geven, maak een bijtje, een bloemetje en een vlinder. En je hebt een prachtig lentecadeau. Je kunt ze een beetje aan elkaar zetten. En dat is geweldig mooi. Oké? Bye!